Het is niet de leukste periode voor Rens van Eijden. De centrale verdediger traint al een aantal weken apart van de groep wegens een liesblessure. Hierdoor zit hij tot aan de winterstop in de lappenmand. Ik heb een scheurtje in mijn lies. Het exacte moment van oplopen van dat kwetsuur, die heb ik niet. Ik heb er al een tijdje last van, en zeker ook gezien de andere blessures. En het feit dat ik altijd kon spelen met de pijn. Is het vervelend dat uiteindelijk blijkt dat er een scheurtje zit. Wat dat betreft heb ik 20 wedstrijden gespeeld in een hele korte periode. Ik heb ze vrijwel allemaal 90 minuten gespeeld. En dat is een bepaalde belasting op je lichaam. Het is veel wedstrijden spelen, herstellen. En uiteindelijk weer wedstrijden spelen. Het enige punt is dat ik natuurlijk in de afgelopen jaren heel weinig geblesseerd ben geweest. Nu constant met kleine pijntjes heb gelopen, gebroken neus, overstrekking van de knie, schop op mijn enkel. En dat heeft me gewoon heel veel energie gekost. En uiteindelijk kon ik mezelf niet meer oplappen om door te gaan. En bleek dat er iets ergers aan de hand was. Ik vind het ook mooi om op deze manier aan mezelf te werken. En het zou vaak ook bijvoorbeeld met kruisbandblessures, echt langdurige blessures, 9 maanden, dan heb je echt de tijd om sterk te worden. Dat is een periode die voor iedere voetballer echt goed zou zijn. Los van het feit dat de kruisbandblessure nooit lekker is, maar dat is wel een bepaalde periode dat je aan jezelf kan werken. En die periode, die heb ik nu ook gewoon. En los van het feit dat ik liever op veld sta, kan ik er nu wel van genieten om die aandacht iets te verleggen. De jongens op het moment doen het goed. Dus dat is mijn eerste doel, dat ik weer wedstrijden ga spelen. Het belangrijkste is natuurlijk fit raken. En van daaruit winst op weer minuten zien op te pakken. Ja, ben je dan bang, omdat je dan nu vanaf de zijkant moet toekijken en je hebt eigenlijk alles gespeeld voor je blessure, maar ben je dan bang dat je plek kwijt bent geraakt? Nee, kijk, ik weet wat ik kan. Ik weet, de trainers weten wat ik kan. En uiteindelijk zal het gelden wat het beste is voor het team. Is dat met mij, is dat zonder mij? Ik zal moeten laten zien dat ik beter ben dan de anderen. En die verantwoordelijkheid ligt volledig bij mezelf. En die overtuiging heb jij ook? Tuurlijk.